Ik ben knockback abuser, bad YouTube. Oh. Oké. Okay. Oh, we hebben een salty mind man over hier. Hallo kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we hier op Sky Clash. Ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier samen met Guido. Hallo. Nou, dat was weer de meest derpy intro die je kan verzinnen en hallo Guido. Ja, hoi. Ja, ik dacht, van gaat het weer zo'n video worden, maar dat blijkt maar weer. Ja, nou ja, weet je, kijk, als je zo'n PvP-game opneemt, dan, ja, als je dan niet kan winnen, dan moet je altijd lol hebben. Dus ja, dan kun je beter als alvast zoveel mogelijk lol hebben in de video, want ja. Maar is het PvP of is het een PvP? Nou, ik ben PvP God. Oh. Staat ook in mijn Twitter-bio trouwens. Voor de mensen die het willen weten en willen zien, ga eventjes naar mijn Twitter. Het linkje 1995 staat ook wel in de beschrijving. Kun je me gelijk even volgen en kun je ook mijn awesome bio zien. Hou ook even adem tussendoor. is niet nodig, joh. Nee, wat sta je er nou te doen op dat randje? Wil je naar beneden donderen? Nee, kistje pakken. Oh, er komt er een aan. Oh, ik heb een boog met best wel goede enchants erop. Ja. En ik loop gelijk iemand helemaal mee... Potten te schieten hiermee. Hoppakee. Echt hele leuke items gekregen. Oh, hij heeft nog 6,5 AP. En hij is door iemand anders gekillt. Ik heb echt hele leuke items gekregen. Knockback 6 miljoen op deze vis hangen. En knockback 3 en diamond leggings alles. Doei. Oh. Zag je dat? Ik sprong gewoon. En ik raakte hem gewoon met een arrow. Wat ben je nou doen? Ja, ik... Zo! Ja, is mijn knockback 3, joh. Hier, kijk. Oh, die straf. Hierback. Ik ben hier beneden, ik kan hier bij je komen nu. Heb ik niet nodig, denk ik. Fucking eigen golem. Zo, oké, die is dood. Wacht, ik kon toch wel bij je komen. Zo van, huh. Zo, kijk. Dit ziet er wel aardig uit. Hier moet jij een eigen helmpje alsjeblieft. Ik heb helemaal geen zin om trouwens met een zwaar te vechten. Ik wil alleen maar met mijn knockback visengel. Knockback 3 staat er gewoon op. Het is gewoon knockback 3, maar ze hebben nieuwe items toegevoegd. Want ik vind hier een boog met power 2, flame 1. En dat vind ik normaal nooit. Ik weet het niet, ik weet wel dat ik het leuk vind. Even kijken, hier staat iemand, kan ik hem raken? Oh, ga jij ervoor staan. Hey, en die staat in de fik. En wat doet die nou? Hij denkt, ik wil ook meedoen aan de dood. Maar, wacht even, er zijn nog drie mensen left. Dus dat betekent dat er nog maar één is. Ja, klopt, er is nog... Hé? What the fuck? Oh, die loopt hier. Dat is snel gegaan. Ik loop hem maar gewoon heen. Ik zeg maar niks. Je kunt zo niet zeggen dat ik wel gezegd heb met zijn vuurboog. Maar, auw. Ja, ik heb hem ook geraakt, maar hij heeft jou ook geraakt. Ja, maar hoort mij niet zoveel uit. Waar gaat deze man in godsnaam heen? Dat vraag ik me meer af. Ja, ik heb wel een mooie boog voor hem. Hier, vang. Lekker hoor. En... Oh! Nee, hij is achter je! Niks ervan, vriend. Zo, naar beneden. En nou, oké, dat hebben we gewonnen. Oh, ik ben knockback abuser, bad YouTube. Oh. Oh, we hebben een salty mind man over hier. Dus eventjes. Omdat ik een vishengel heb met knockback 3 die ik gebruik, ben ik een knockback abuser. En ben ik daarom een slechte YouTuber. Ja, dat is correct. Even juist. Escalated quickly. What the fuck slaan dat? Nou ja. Ja, nee, maar ook gewoon omdat jij een vishengel die door Hypixel in de game wordt gestopt... Ja. Omdat jij die gebruikt, ben je een knockback abuser. Ja, dus kan ik wel doen dat ik een vishengel vind met knockback 3. Ja. Dat is inderdaad, dat is fucking OP, inderdaad. Ja, maar dan moet je toch daar juist gebruik van maken. Ik kreeg ook een boog met punch 5 een tijd geleden. Dat ik iemand die op een pilaar ging staan, keihard naar achter schoot. Daarom, maar ja, het mag zeg maar alleen als het in hun eigen voordeel is, weet je wel. Ja, oké, dat is natuurlijk altijd zo, hè. Ja. Ik heb ook gewoon geen wapen gebruikt die game. Gewoon alleen met knockback ding. Ja, alleen die visengel. Krijg je wel een pearls van. Ja, klopt. Dat wel. Want ik sla ze dat gewoon de void en hier is voor jou. Oh, nou, dank je. Dan heb ik dat een mooie... Dat is nou het nieuws. De void. Void? Yep. Oh, daar gaat iemand ook de void in. Gewoon maar naar het midden gaan. Ik ben Dylan. Ik ga random scheppen en ik ga dood. Nee, niet doen. Het is gevaarlijk. Hop. En kissy. Nou, mag ik mijn arrows? Oh! Oh, je mag best wel wat arrows hoor. Hier mag jij de helft. Oh, heb ik hier ook nog arrows? Dan hoef ik ze niet meer.
Nou, ik pak stonden op. Nee, oh. Heb je blokjes? Oh, je bent geweldig, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay, zitten mensen, zitten mensen. Tam, 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 tam. Ik heb er eentje met een echo! Pas op, je bek, je bek. Oh. Oké, okay, ik leef nog. Die andere heeft nu AP. En die is ook dood. In plaats van lava gaat hij dood. Wat een. Oh, wat een pannenkoek! Wat een kabouter, jongen, echt. Komt er nog een aan van voor? Ja, oh, ik ook. Oh, die heeft diamond sword. Oh, wat? Ik ben al dood! Ik ook! Oh, well. That escalated super snel. Dat escalated quickly. Quickly. Oh, mogen wij het nu zeggen? Diamond sword abuse. Ja, diamond sword abuse! Omdat je die diamond sword zo snel kreeg, is het abuse. Ja, pofferdikkie. Lekker moeilijk doen zeg. Pofferdikkie zeg. Ik moet wel zeggen dat Skyclash een beetje langzaam vol gaat. Of ligt dat aan mij? Het ging altijd wel sneller volgens mij. Ja, misschien komt door die prototype. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, normaal als wij zeg maar doorgingen in één keer in een opname, dan zaten we nu al wel weer in een game volgens mij. Maar... Ja, ik weet niet. Ja, maar misschien is het toch in die prototype lobby dat heel veel mensen Bad Wars spelen. Dat wij ja, Bad Wars zijn wel... Jasper. Ja, inderdaad. Blame Jusper in de... Hashtag Blame Jusper in de reacties. Dankjewel. Oh. Nee, arme Jasper is ziek. Oh, zo cute. Wetenschap, Jappie. Ja, heb ik ook al gezegd. Ja, joh, Jappie. Nee, Jusper is het. Nee, Jappie. Nee, Jusper. Jappie. Jusper. Jappie. Jusper? Jappie. Jusper. JP. Nee, dat is weer iemand anders. Jarpie. Nee, Jarpie! Ken je hem nog? Jazeker! Jarpie. Wow. Oh, dat is echt de duurstens. Ik ben in het midden. Wat? Wat? Ja, ik ben in het midden. Midden. M-I-D-D-E-N. Hij had eventjes moeite met dat ik M-I-D-D-E-N. Oh jeetje, nee. Oh, stuiterbal. Ik heb iemand die keer opnieuw HP. Is dood. Oh, ik heb gauw een appel gegeten. 24 HP. Kom maar aan, ik kom maar aan. Niet doodgaan. Oeh. Niks een handje hoor. Call it a day. Niks een handje. Mensen! Mansen! Bakker! Komen met jullie pakken! Handje van de familie Tichelaar. Zo! Hij ziet echt goed. Ja, echt. Wat stond er op zijn wapen? Niks. Wat? Niks. Dat kan helemaal niet. Zo, deze hebben ook een heel mop arsenaal. Oh nee, Guido! Nee! Ik heb er één! Like, hoe ga ik er nou weer af? Nou, ik heb er wel één dood. Zag je mij doodgaan? Ja. Ja, vandaar dus. Oh, hier kun je ook mooi naar beneden vallen. Hoe? Doe maar niet. Man. Team A, B, E, I. En J leven nog. Jij bent J. Ja. Dus alleen I is een dubbelteam. I. Snel naar het midden. Ik stond erbij en ik keek naar I. Je chest! Oh, ik kan je melden dat II is dood. What the fuck? Die B die kill maakt dubbel kill, joh. What the fuck? Ik geef eens even naar hem kijken. Kijken is. Oh, hij zit voor ik je. Ik heb man. Een power 5 boog! Maar hij zit voor je, hij rent daar voor je, dat is die kerel. En hij pakt net een dubbel kill. Ja, Mak op zijn blaze, ja. Raak. Oké, die blaze ja, is dood. Kom dan, meneer! En blijf bij die boom staan, joh. Hij weet dat jij. Hij gaat TNT, hij doet een botte, hij pakt zijn zwaard en gaat ei wat hij gooit. Ik kan toch niet boog schieten, dus hij kan daar gewoon rustig blijven staan. Ja. Kijk, dat bedoel ik, hij staat gewoon stil. Voor mij moet ik maar actie ondernemen met mijn zwaard, want dit is echt Hij loopt gewoon te trollen met je. Ja, ik ga gewoon weglopen. Weg, zo. Hij zegt letterlijk, come down here, zo van, yo, kom hier. Nog eentje. Oeh. Ik heb Dylan die aan darten is. Ja, darten. Oh, dat kan ik ook zo goed. Dat is, ja, ik kan heel goed darten, echt. Kappa. Use a sword on me. Zo, bruh. Een duidelijke taal. Bruh.
Dylan die staat ook rustig daar zo van. Ja, ja. You just want to me! Kappa! Nee, nou. Zag je dat niet? Wil je nou een enderpearl daar naartoe gooien? Anders viel ik eraf. Use a sword on me! Oké, dan moet je niet wegrennen. Kom dan! En nu gaat hij jou zo meteen eraf tikken. Ik ga gewoon. Doe gewoon nu met je powerboog dan. Hij kan daar toch nu niet af? Nee, ik heb geen arrows meer. Hij komt. Hij komt. Ja, dit is lastig. Nou, dan ga ik ook de andere kant nog op. Doei! Oh. What do you want for me? Een gevecht? What do you want for me? Ik ga nog even kisten looten daar. hij heeft ook een boog nu gepakt met pijlen, Dylan. Oh, ik merk het. Hitte die je nou? Nee. is daar nog iemand? Hij heeft een witch nu bijgespannen. Oh! 5,5 HP! Wat eraf? Ja, met 1 arrow, maar ik heb geen arrows meer. Dus er komen nu, die andere keer gaat er nu ook in gevecht daar. Je ziet ze alle twee daar, voor je neus. Ja, ik moet arrows hebben, verdorie. Ja, maar ze gaan even kijken. Ja, ze hebben elkaar in het vizier, ze lopen een beetje te triggeren, zo van... Ja, ze gaan vechten. Zo! Nou, die is weg. Die keer heeft een knockback sword, man. Ik zweer het je, pas op. Die nu nog leeft, heeft echt een knockback sword. Of iets anders. Hij heeft echt de laatste 4 kills op zijn naam staan. Ga kieken, beschiet, joh. Kom op. Hij gaat je eraf knocken, hoor. Hij wil dit. Hoppakee! Nice. Daar nou de wind. Zei ik toch? Moest gewoon wachten. Gewoon wachten. En dan toeslaan. En dan win je. Toetoetslaan. Nou, doe me de... Oh nee, niet de solo! Nee. Ja, het triggert. Ja, het echt triggert hoor. Godverdikkie, ik ben altijd triggerd. Ja, je bent er al uit. Man. Nog één potje dan. Zelf een potje. Een potje. Niet? Ja. Zit jij die lekker op de tafel? Op de tafel, wat zin. Oh jeetje. Maar je had een nieuw woord, toch? Dat wou je... Ik heb een nieuw woord? Ja. Hallo. Hallo? Nie. Hallo nie. Hallo nie. Oh jeetje. Komt dit potje nog goed? Hallo nie. Hallo nie. Ja, nee, dit komt nog wel goed. Oké. Ik vind hier gelijk 2 gouden appels. Ik heb, We spelen alweer dezelfde map. Alweer? Oké, we kunnen dit winnen. We gaan gewoon straight to the midden. Hoe zei je dat? Straight to the midden. Very nice verwoord, mate. Thank you. On the right side of us are 2 people, so they are coming right now. Just run to the middle. I can't, they have got speed, they are fighting to me. Oh, I help you. In this bitter fight, hard fight. Okay, one down. The other one is down as well. Door de ender dragon van iemand. Yes, dat is wat we wanted to say. There is a gigantic dragon hero. Hero. Ik heb een power 2 flame mambo. En pew. And how do you feel about that? I feel very good about that. Oh. I've played a really nice match. Ook comfortabel. Comfortabel? Huh? Wat is daarmee? Hè? Oh jeetje, schiet ze! They are everywhere! Ik kan er niet meer tegen. Oh, they are everywhere! Yes! Comfortabel erbij. Oh, nee, wat is dit? Ik help er al, joh. Hij is dood. Oké, wacht even, daar zijn mensen. Ik voel me echt comfortabel op het moment. Ik ook. Ja, ik heb er één geraakt! In onze backpack zit ook eentje. Kom op, oh, hij heeft nog een explosive bow! Wat doe je nou? Oh, kill. Hij is in fire! Hij is op fire ook. Nee, oeh! Dat ging net goed. Wat is dat nou weer voor? Nee! Oeh! Ja, nee, ik sprong... Dylan, pak dit zwaard eens. Dylan. Kijk wat ik ermee heb gedaan. Wow, sharpness 4. Oké, nou die ga ik wel even gebruiken. Die heeft 10 attack damage. Dat is fucking over, dit is gewoon diamond sword met sharpness 2. Ja, like what the fuck.
En dan durven mensen zeggen dat dat perk niet goed. Nee, grapje, zeggen mensen helemaal niet. Nou ja, ik gebruik die perk eigenlijk al zo lang dat ik Skyclash speel. Oh, je bent al iemand aan... Nou, sinds dat het uit is eigenlijk. Toen ging ik keihard met de kills en zo. Hier zijn mensen inderdaad. En hoppakee. En nee. Hop. Nee, nee. Ja, doei. Die fire tick, weet je wel. Hé, hey, oh, oh wauw. We hebben alweer gewonnen. Cool. Oké, okay, ja, ja, net zoals vorige keer met de Survival Dash. In ieder geval mensen, ja, we hebben 3 games weten te winnen volgens mij. Niet? En 1 voor mij en 1 verloren. Oké, okay, wauw. In ieder geval mensen, ik wil je allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer ook even op Duffy Games. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.